zo zien. Nee, dat vindt zij geweldig. Dan kan ze naar de lucht kijken. Goedemorgen, Olivia. Ja. Goedemorgen, kijk. Heb je daar zin in? Oh. Goed zo. Is dat tof toch, Wim? Wat? Is dat tof toch, Wim? Ja. Hoe hard gaan we nu? 10 meter. Oké, en hoe diep is het hier? 2 meter. Oké, en waar vaar jij nu? Tegenmeer. Goed zo. En we varen in de? Hoe heet dat waar we in varen? Tussen die 2 tonnen? De vaargeul, ja. Heet dat. Guess who's there? Nou, Noor, het is jouw beurt. Hebben jullie de vlog al geopend vandaag? Ik zal het even voor je doen. Hebben jullie dat al gedaan? Nee. Hierbij verklaar ik de vlog voor geopend. Welkom. Welkom. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. We hebben al gevlogd vanochtend, maar ik heb dat nog niet gezegd. Ik zit op de boot en het is zo chill. Er was echt de hele week regen voorspeld en het is gewoon elke dag te lekker weer. Kijk dit uitzicht. So nice. En we zijn nu aan het varen naar Stavoren. Daar ben ik uit geweest. Maar het is best wel ver varen. We komen uit Heeg. Heet het zo? Ja, Heeg. Het is best wel ver varen. Ik wilde wat dingen vertellen, maar dat schiet me waarschijnlijk zo weer te binnen. Ik heb dus nu al gewoon 5 dagen geen make-up op. En het bevalt me niet, moet ik zeggen. Ik heb niet het gevoel dat mijn huid er mooier van wordt. Maar misschien is dat wel zo. En ja, I don't know. Ik heb wel weer zin om lekker een flinke bak make-up op mijn gezicht te doen. Maar goed, ik ga tot vrijdag in ieder geval me niet opmaken. Dus ik heb nog 4 make-up vrije dagen te gaan. En Gewoon godverdomme naar neerzetten. Oh my god, dit boot parkeren is zo stressvol. Ik moet elke keer gewoon naar beneden, want ik had de stress niet aan. En jullie hadden nog gevraagd wanneer ik een Mistura giveaway zou doen. Dus bij deze. Laat een comment achter hieronder. En even kijken. Vanavond post ik een Instagram foto. In Parijs met een rood jurkje. Daaronder moet je ook een comment achterlaten. Ik zal de foto hier even opzetten. En volg me op Instagram. Laat daar een comment achter. En laat bij deze vlog een comment achter. En dan ga ik die Mistior verloten. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik zal elke week wel iets verloten. Als jullie dat leuk vinden. Laat daar ook even een comment achter. Als je dat leuk vindt. We wilden ergens gaan lunchen. In Stavoren. Waar het regen super hard. Dus we gaan gezellig op de boot eten. Schat, het is Stavoren. Sander denkt dat hij Fries kan, maar dat is niet zo. Nou, we zijn weer aan het eten. Voor de verandering. Bibi heeft een appelpannenkoek. Sander is niet zo. Olly heeft een appelpannenkoek. En die appelpannenkoek wil ik eigenlijk opeten. En ik heb mijn zalmtataar. Mooi, heb ik al half op. En frietjes en zo. Oké, wij zijn. Het zit mijn haar weer prachtig trouwens. Mijn. Wat zit al een hele tijd zo? Net stond jij buiten met olie, toen zat het letterlijk zo. Al mijn haren zo. We zijn door Stavoren aan het lopen, we hebben rustig gegeten. Papa. Mooi hè? En het is hier best wel saai. Waarom zeg je dat? Ik vind het hier saai. Alles, het is maandag en winkels zijn hier gewoon dicht op maandag. Dus ja. Restaurant. Restaurant. Ja, het is totaal niet saai. Wij vinden het wel saai. Maar goed. Weet je dat Stavoren een van de rijkste steden en oudste steden van Friesland was? Nee. Dit is een dorp, een stad. Heeft een stadrecht gekregen in 1150. Maar goed, we gaan terug naar de boot. We gaan even snacks halen.
voor vanavond bij de Texaco. Je zit wel echt vol van die pannenkoek. Dat is zeg maar als enige open. Hopen we dan, hè? Ja. Dat de Texaco open is. Dan gaan we weer varen naar een plekje voor vannacht. En gaan we lekker chillen. Dus ja. Olly werd mij te zwaar, dus... is overgenomen. Ja, dat is zo zielig. Nee, dat vindt zij geweldig. Dan kan ze naar de lucht kijken. Oh, wat kan je toch goed lopen, Olivia? Kom je mee? Ik kan het wel, kom maar. Goed zo! Kom maar. Kom je al één keer met ons meegelopen, alsjeblieft? Nee? Olivia gaat weer verder met haar favoriete hobby, iedereen schoenen aantrekken. Goed zo. Hey,